Ja, voorzitter, mevrouw Van der Velde van de PVV uitte daarnet in haar verhaal dat ze eigenlijk... Ik hoorde een soort van een verbazing dat Ongehoord Nederland vervolgd werd voor de uitzendingen die ze doen. En volgens mij heeft dat een reden. Dat heeft te maken met dat er op de buis gesubsidieerd racistische omvolkingstheorieën werden verspreid. Voorzitter, is het dan niet terecht dat wij zeggen op basis van de mediawet, als er publieke omroepen zijn die dit soort drek toneel geven, dit soort drek de ruimte geven, dat dat consequenties voor die omroep heeft? Is de mevrouw Van der Velde het met denk eens dat zo'n omroep dan daar aangesproken wordt en ook consequenties ervaart? Mevrouw Van der Velde? Dat is een goede vraag, maar volgens mij, als iemand daar een aanklacht tegen doet, is dat altijd nog aan de rechters om te bepalen wat daarmee gebeurt en niet aan de politiek. En wetten zijn er en daar moeten we ons aan houden. En helaas houdt men zich al heel lang niet per se echt aan die mediawet. Ja, dat zijn dan ook weer twee maatstaven waar naar gekeken moet worden. Vervolgvraag? Ja, voorzitter, dan begrijp ik de opmerking van de PVV des te minder, want in het betoog was het, ON wordt vervolgd, en wat is dat vreselijk en wat is dat een geweldig goede omroep. En nu hoor ik weer iets anders. Wat is het nou? Is het nou dat de PVV zegt, Ongehoord Nederland, dat is het enige wat goed is en daar moet ruimte voor zijn en ze moeten ook alle mogelijkheden krijgen? Of zegt de PVV, we moeten ook ergens de grens trekken en die grens is bij het uitspuwen van racistische omvolkingstheorieën. Wat is het nou? Ja. Mevrouw Van der Velde. Ik vind het mooi dat u alles altijd weet te draaien tot racisme. Maar volgens mij heeft de PVV gezegd dat wij vooral onze achterban horen bij ON. En dat zij zich het meeste thuis voelen bij ON. Ik geloof niet dat ik verder iets gezegd heb over racisme en of dat goed of slecht is of wat dan ook. Wij keuren racisme natuurlijk altijd af. Ik snap niet helemaal waar u nou naartoe wil. Want u lijkt dit weer heel erg in een racistisch frame te willen drukken. Maar volgens mij gaat het erover dat we toch toe moeten naar een nieuw omroepenbestel. Waarbij iedereen evenredig vertegenwoordigd is. En waar dus ook in dit geval, nu op dit moment, terwijl er nog geen nieuw bestel is, alle aspirant omroepen evenveel kansen moeten krijgen. Dit is het antwoord, meneer Erlin. Ja. Dit is het. Meneer Van Houwelingen. Ja, veel dank, voorzitter. Dus ons betoog, zoals u gehoord heeft, ging vooral over het feit dat media in onze ogen niet langer de macht controleert, maar eigenlijk de kritische burger. Dat is vroeger denk ik wel anders geweest. Denk aan Boep Wordt.